Nou, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben naar het Erasmus Museum geweest. Ook kunst gestudeerd in Amsterdam. En van daaruit een theatergroepje opgericht al eind jaren 80. En dat heeft zich ontwikkeld. En eigenlijk ben ik, dat heet theaternomade. Hè, dat reist rond met een bus met allemaal schilderingen erin. En ja, dat is natuurlijk een fantastisch romantisch leven in die zin. Dat je in al die theatertjes, maar ook op locatie, we spelen veel locatietheater, speelt. En ja, wij spelen, ik speel dan met name historisch-politieke stukken. Allerlei klassiekers. Maar ook veel over de vaderlandse geschiedenis. Wim Kuiper was mijn geschiedenisleraar. Is er nog steeds? Dat wil zeggen, niet als leraar meer, maar... 85. Hij woont nog aan de Tijlslaan in Almelo. Ja. En hij komt ook geregeld bij stukken. Ik zat bij Tom Egbers in de klas destijds. Dat was een roemruchte klas, ja, geloof ik, hè? Ja, hij kon toen al voetballen. En ja, hij is daar in die wereld gebleven. Ja. Ja, hij deed ook in een band, hè? Herakles. Ja. Maar het Erasmus Museum. Ik zat daarvoor op de kanaalschool. En wij woonden in het Noorderkwartier. Mm-hmm. En ik had toen al wel interesse voor geschiedenis. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Politiek. Ik heb mijn jeugd hier doorgebracht. Wij bevelen dat in geen enkele munt de naam of titel of het wapen van de koning van Spanje geslagen zal worden. Alleen de muntslag en de vorm die door ons vastgesteld zullen worden voor een nieuwe gouden en zilveren penning mogen worden toegepast. Voorts bevelen wij alle bestuurders in dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Spaanse koning hebben gezworen. Aan alle bewindvoerders verzoeken wij dringend deze ordonnantie in een gehele rechtsgebied af te kondigen, zodat niemand kan voorwenden niet op de hoogte te zijn. Dit alles hebben wij gedaan in het belang van ons land. En mijn vader, zoals u weet, mijn hele familie is hier, heeft hier gewoond. En mijn vader woont tot op de dag van vandaag hier. En die heeft zich nogal sterk geweerd, met name in de laatste jaren in het Koude Oorlogsdebat of nieuwe Koude Oorlogsdebat. En zoals u begrepen heeft. Overigens heb ik dat ook. Ik ben ook een aantal keren in Rusland geweest en zo. Maar hij heeft zelfs een medaille gekregen. Een Russische medaille gekregen. Ja, als vriend. Vanuit de vriendschaps. Straf zijn heulen met de ketters. Weg met deze verrader. Mijn vader, God hebben zijn ziel, heeft dit heerschap volstrekt verkeerd ingeschat. De baan! Voor Oranje!